Hi, goedemiddag. Welkom bij AutoSiro. Ik heb een BMW 1 X1 hier staan van 65.000 euro nieuw. Dat is wel iets bijzonders. Nou, dat is het. Kijk mee. Het is de 2 liter dieselmotor. Hij is helemaal M-Sport uitgevoerd. Nog geen koplampen. M-Sport velgen. Hier ook weer M-embleem dat terugkomt. Origineel getint privacyglas. Dikkere achterbumper ook. Ook met parkeersensoren. Ook met een achteruitrijcamera. En neem van mij aan, als je een dergelijke auto hebt gereden, dan ben je liefhebber. En dat kun je ook echt zien. Vorige eigenaresse, want het is een mevrouw. We hebben hem 3 jaar geleden aan deze mevrouw verkocht. Die is er gewoon vreselijk zuinig op geweest. Heeft hem gekocht met 100.000 kilometer. Brengt hem nu weer terug. Volleder. Sportstoelen en heel stoer in het rood, zwart met rood. Wat een gave combinatie. 6 versnellingen natuurlijk, de M-Poke ook. En alle knopjes zit wat. Dan weet je dat hij compleet is. Stoelverwarming natuurlijk, climate control natuurlijk. Inmiddels 160.000 kilometer, mevrouw rijdt 20.000 per jaar vandaar. Grootschermnavigatie. Natuurlijk. Donkere hemel. En alles echt feilloos. M-Sport stuur natuurlijk. Achterin niet gebruikt. Isofix voor de kinderstoelen natuurlijk. Hier nog de extra mat van BMW. Waaronder natuurlijk de gewone bekleding. Echt bom. Bomvol opties en wat rijdt het geweldig. Mag 2000 kilo trekken, dus een betere caravan trekker kan ik ook niet bedenken. Ik moet even kijken of er een trekker onder zit. Dat kan ik wel even checken. Ik zag hem namelijk niet. Nee, helaas. Maar goed, die is er gauw onder te zetten. 2000 kilo dus, mag die trekken. 160.000 kilometer. Ja, het zal een van de laatste diesels worden die je rijdt. Maar dit gaat in ieder geval tot 2030 goed. En tegen die tijd, dan zal het misschien wel een goed elektrisch alternatief zijn. Heb je nu een BMW diesel met 3, 4, 500.000 kilometer, want je weet dat die dat kunnen. Die ruil ik graag in, ben ik blij mee. Stuur me wat foto's, dan kan ik daar een bieding voor noemen. Heb je niks in te ruilen en wil je dat ik hem thuis bezorg, geen probleem. Wil je een financial lease voorstellen, heb je binnen 5 minuten van. Het is nog een margeauto, dus je hoeft ook geen btw aan te betalen. Echt de moeite waard. Kom eens langs. Graag tot ziens.